Goedemorgen, het is zondag 3 november en ik heb een leuke dag vandaag voor de boeg. Het is een beetje een raar weekend, want gisteren had ik een hele trieste dag. Heb ik een hele trieste dag gehad. Jullie kennen denk ik Melvin wel uit mijn vlogs. Melvin kennen jullie van het djembe spelen tijdens mijn lessen, maar Melvin is helaas vorige week overleden. Geheel plotseling. En gisteren hebben we afscheid van hem genomen. Dus ja, dat was wel, was wel echt heftig. Maar ja, vandaag dan weer een leuke dag. Net zoals vrijdag. En daarom wil ik deze twee dagen samenvoegen. Als het te lang wordt, worden het twee aparte video's. Dus als je dit apart ziet, heb ik vrijdag toch meer gevlogd dan ik dacht. Of ik praat weer te lang. Dat kan ook. Vandaag is de opening van de kerstshow op Rattenplan. En vorig jaar hebben jullie dat ook al van mij gezien. Heb ik daar ook gevlogd. Maar toen was het zo ongelooflijk druk. En daarom mag ik nu eerder komen. De show gaat om 10 uur open. En wij mogen om 8:30, mama en ik. En ja, papa en Laura werken daar. Dus die zijn er sowieso. Langs, zodat ik wat rustiger kan kijken. Maar ook omdat ik dan wat leuk kan vloggen. Want dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Dus ik zal ook alle beschrijvingen van Rattenplan hieronder linken. En als het goed is, ik weet niet helemaal zeker of dat nu ook gaat gebeuren, maar ga ik ook mijn adventkalender in ontvangst nemen. Want ik heb een ontzettend leuke samenwerking met Rattenplan Monster. Zij hebben een adventkalender voor mij samengesteld. En die mag ik van hun ontvangen. En die ga ik in een aparte serie of wat dan ook. Ik weet nog niet hoe ik precies vorm ga geven, maar die ga ik in ieder geval op mijn kanaal unboxen. En dat is natuurlijk wel echt heel erg leuk. Ik heb geen idee wat er allemaal in zit. Dus ja, dat wordt natuurlijk één grote verrassing. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus ik eet gauw even mijn ontbijtje op. Ik heb over een kwartiertje met mama afgesproken. En dan gaan we even tanken, want dat moet gebeuren. En dan naar Rattenplan en dan zie ik jullie daar. Nou, we zijn aangekomen. Ik heb mijn eigen filmman meegenomen. Je mag jezelf ook wel even filmen hoor. Goedemorgen. Goedemorgen. En we zijn niet de eerste, hè? Film ze even. Nee, zeker niet. Vroege vogels. Anne Bakkie. Ja, precies. Nou, die mensen hebben gelijk. Zijn ze wel de eerste straks. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan eens even kijken hoe het met Sascha is. En dan gaan we het zien. Morgen. Goedemorgen. Hello. Morgen, Sas. Hi, de lift komt op, Bianca. Is goed hoor. Dan kom je hier binnen. En dan is dit. Die is ook mooi, hè? Prachtig. Die krans, ja. Maar ik vind deze ook zo mooi opgemaakt. Ik weet niet wie het gedaan heeft, maar... Snoertje vastlijmen. Ja, als je... Hey, daar is Laura ook. Hallo. Goedemorgen. Hoe is het? Goed. Heb je er zin in? Ja. Ga je je pak zo aantrekken, want dan kan ik dat ook nog even filmen. Ja. Zo. Helemaal leuk. We zijn aangekomen. Kijk nou, dit is het hoor. De sfeer zit er al lekker in. Thank you.
Kijk, Laura is er ook inmiddels klaar voor. Ga je zo achter de kassa vandaag? Vandaag wel. Gezellig. Ja, ja toch? Dat zal lekker warm zijn inderdaad. Dat nou al heet, ja. Ja, dat snap ik. Maar goed, alles voor de kerst, dat bedoel ik. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Ik heb jullie verteld over een hele leuke samenwerking die ik heb met Rattenplan Monster. En zij hebben hiervoor gezorgd, deze kerstfiguren. En ik krijg nu de uitleg blijkbaar. Dus vertel. Ja, Lau, jij bent perfecte uitleg, want jij hebt hem al in elkaar gezet. Dus jij wil het vertellen. Jij wel. Ga maar vertellen, dan waar de stickertjes voor zijn. Goed. Nou, we hebben een adventkalender gemaakt. Ja. En dat jij leuke vlogs maakt voor Rattenplan Monster. Ja, ik ga dat zeker doen. En zoals je ziet is het geslaagd, alleen alles past er niet in, dus er zit ook nog een zak bij. Oh, wauw. De stickertjes die wijzen de weg. Ja. Oké, wacht even hoor. Nummer 1 ga je uit de zak halen. Ja. En dan hebben we nummer 12 is uit de zak. En 21. Nummer 21. Nou, wat leuk. Oh, en 24 ook. Maar die sticker is weg. Oh, nou, we zullen even een nieuw stickertje voor je maken. Ja, joh, nummer 24 ook in de zak. Komt goed, leuk. Nou, ik ga hem iedere dag openmaken op beeld. En ik denk dat ik dan gewoon per week of zo degene die ik geopend heb in een video ga uploaden. Nou, leuk. Hartstikke leuk. Heel leuk. En die gaan jullie dan ook delen, toch? Die komen uiteraard, ook op jullie kanalen. En de kanalen van de Rattenplan komen ook onder in de beschrijving. Ja, en wij zetten het ook op Rattenplan Monster. Helemaal leuk. Super. Nou, ik ben heel benieuwd wat jullie allemaal geshopt hebben voor mij. Ja. Zo spannend. Dankjewel. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. Dank u. Zoals je ziet, dat was echt een hele leuke opening. En ik ben super blij met deze samenwerking met de Rattenplan Monster. Ik vind de adventkalender echt te gek geworden. Ze hebben zo hun best gedaan. Dus dat wordt echt een hele leuke december special op mijn kanaal. Dus ga die ook vooral kijken. Tegen die tijd komt er nog een aankondiging online. Online wanneer de video's online komen. En ik zit klaar om een shoplog op te nemen. Die hebben jullie als het goed is afgelopen zondag kunnen zien. Want die ga ik vanmiddag online doen. Dus die ga ik even opnemen. Vanmiddag ga ik naar Jeroen. Die is jarig vandaag. Neem ik de camera lekker niet mee. Ik ga lekker daar genieten met de mensen die er zijn. Ik weet toch niet of ze allemaal op beeld willen. Dus dat ga ik even zonder camera doen. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik ben benieuwd of het er 2 of 1 zijn geworden. En 1 van de Crea en 1 van vandaag. Of dat ik ze heb samengevoegd. Het ligt er maar helemaal aan hoeveel beeldmateriaal ik heb. Nou, super, super leuk. En ik zie jullie weer in de volgende video. Duimpjes omhoog en abonneren. Doei, doei!